Beste vrienden, Paramaribo groeten met een biggie, Brassa, straight from the heart, yes. Als je zo dadelijk de honden hoort blaffen, een papegaai en andere vogels tekeer hoort gaan, dan hebben ze iets te melden. Beste vrienden, ook ik heb u natuurlijk iets te melden. Want in dit mooie land, Suriname, dreigt het constant mis te gaan. Maar de laatste tijd neemt het wat ernstige vormen aan. En dat ontlokt aan mij de zin, de geest wil uit de fles. Want die spanning in die fles is groot. En dat is alsof iemand die kurk aan het forceren is. Zodat dat ding als een uit elkaar kan spatten. Mijn beste vrienden, het gevaarlijkste is wanneer de geest uit de fles is om hem erin terug te krijgen. Want wanneer die geest uit de fles is, vallen de slachtoffers. We verkeren in een situatie waarbij over en weer mensen beschuldigd worden van alle kanten. Vanuit de gewone burger, soms met een oud militair verleden. Vanuit de nieuwe burger, met oude inzichten. Vanuit de politiek, met vreemde kijk op zaken. Beste vrienden, dat hele ding is één patja-patja, wat wij genoemd hebben patja-patja. Dus de droog aan de bovenkant en aan de onderkant. Man, het borrelt. Wat is er nou weer gebeurd? Ik heb u al een tijdje vanaf de vlucht van Bordeaux gezegd dat het niet zomaar is als deze ster van ons gaat praten, dan breekt de hel los. Vandaar dat ik ook min of meer concludeerde van hij zal op de vlucht blijven en in elk geval niet tevoorschijn komen. En de commentaren die spreken boekdelen. De vicepresident heeft zich afgelopen week uitgesproken en gezegd, hij is het niet eens met al die aantijgingen die gedaan worden tegen Bordeaux, alias Monihon. Hij heeft daarbij uitgesproken dat er mensen zijn rondom het kabinet van de president, waar de president helemaal niks van weet. En die mensen, die schijnen instrumenten van het land in te zetten om ABOP-toppers te achtervolgen en ook te vervolgen. Mijn beste vrienden, hij doelde daarbij op het justitieel interventieteam. Het betoog van Ronnie Brunswijk was gewoon heel simpel. Je moet die mensen van me niet lastig vallen. Eigenlijk in de volkstaal is dat wat er gezegd wordt. Voor liefdesma, nou weer mijn idee. En daarbij verklaarde de VP ook dat hij zelf achtervolgd wordt door mensen van het justitieel interventieteam. En zijn inlichtingendienst, dus de inlichtingendienst van de VP zelf, Ronnie Brunswijk zelf, die geeft hem alle informatie die nodig is.
Hij weet en hij voelt dat hij gevolgd wordt. En hij sprak eigenlijk via een omweg tot Melvin Linsky, de man die verantwoordelijk zou zijn voor dat gedoe rondom mensen van de ABOP die gevolgd worden en via het Openbaar Ministerie worden aangeklaagd. Nou, onlangs vierde de partij Luhur een groot feest in verband met haar 24ste verjaardag. Maar dat is eigenlijk op 5 december, maar ze vierden het eergisteren. En daarin sprak Ronnie Brunswijk toch wel heel direct tot Melvin Linsky, persoonlijk. Ten eerste, woorden van de strekking. Ronnie zegt, Linsky is NDP, hij hoort niet in een situatie te komen waarbij de VHP en de ABOP een regering vormen. Wat doe je daar? Ronnie Brunswijk die stelde zich op het standpunt dat de president moet kiezen of delen. In de volksmond betekent het of hij gaat of ik ga. Beste vrienden, die druk in die fles wordt groter. Oké? Het is een gas dat aan het borrelen is. Isabatori. PL, Partij Luhur, Paul Somaharje, ondersteunt natuurlijk Ronnie Brunswijk, want hij zit onder die paraplu van Ronnie in die regering. Ook de PL, die zegt, luister nou, laat de president kiezen, want Linsky heeft geen politiek draagvlak. De ABOP en de partij Luhur, de NPS, die maken deel uit van de regering, van de coalitie. Met andere woorden, volgens wat Ronnie Brunswijk zegt, president moet nu kiezen. En hij, als we hem goed verstaan, hij zal ervoor zorgen dat eigenlijk Linsky wordt weggestuurd. Want die president die vormt de regering met die ABOP. Dus wat doet Linsky daar? Een NDP'er, beste vriend, beste vrienden, dit ding is broeia en ik ga u terugvoeren, want het heeft allemaal ermee te maken dat Bordeaux een aanklacht heeft, is gevlucht en dat men eigenlijk de kriebels krijgt wanneer ooit Bordeaux zou gaan praten. Want er wordt ook heel duidelijk door andere burgers, die het kunnen weten trouwens, aangegeven, dat er een spanning is tussen het oosten van Suriname en het westen van Suriname. Dus dat betekent tussen het deel van de Blakamang in dat gedeelte Marowijn en Mungo daarboven, en dat gedeelte West-Suriname, Nikeri. Beste vrienden, het gaat om
sneeuw. Er wordt, als er iets gebeurt, dan is het een sneeuwstorm. En die sneeuwstorm, die is eigenlijk al een beetje begonnen door de verschillende mensen die worden uitgeschakeld terwijl we aan het praten zitten. Paramaribo groet u, u gaat meer horen. Paramaribo groet u, blijf denken, helder denken. En no make no once, maar tja u edegwe. Want u bent echt niet gek. Paramaribo en bari was sweet, hoor u de virus, ik kom straks weer bij u. Paul Somohardio, die ondersteunt natuurlijk Robbie, want hij zit, die ondersteunt natuurlijk PL.